is vandaag zaterdag. En toen ik vanochtend wakker werd, voelde ik me niet zo chill. Ik denk dat er weer een verkoudheid aan zit te komen. Het heerst ook een beetje, ja, niet veel aan te doen. Ik ga deze dagen gewoon wat rustiger aandoen en goed voor mezelf zorgen. Er zijn vandaag wel wat dingetjes die ik moet doen. Ik ga zo content maken voor een samenwerking die ik op de planning heb staan. En als het goed is, gaan we later op de dag ook eventjes de deuren uit om naar een kerstmarktje te gaan. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar laten we eerst even content maken, want dan kan ik dat van mijn to-do-lijst afvinken. Het is inmiddels einde middag en we waren net naar Museumplein geweest. Alleen het was aardig druk. Ik raakte heel snel overprikkeld. En ik moet zeggen, ik vond het nog best wel pittig om samen met Milo naar een drukke locatie te gaan. Het is ook wel goed om met hem naar drukke plekken te gaan. Want dan raakt hij daar ook aan gewend. Maar ik moet zeggen, ik vond het niet echt heel prettig. Er waren rijen voor de kraampjes, voor eten. Dat ik denk, ja, los van dat we met Milo waren, vind ik dat zelf ook niet heel erg leuk. En ik snap, een goede drukte is heel aangenaam en ook heel erg gezellig. Dit was een soort drukte dat ik echt dacht van, ik wil gewoon liever ergens anders heen. Dat hadden we ook gedaan. We gingen echt letterlijk naast de kerstmarkt even zitten, hamburgertje eten, chocolademelk drinken. En dat was ook heel erg leuk. Wij gaan koekjes bakken. We hebben hier de mix van simpele zandkoekjes en een hele tijd geleden, zo? Een ei. Hele tijd geleden had ik deze vormpjes gehaald. In het verleden heb ik wel eens vormpjes gehad, maar ik ben niet zo'n bakker. Maar dacht, het is misschien wel leuk om even wat koekjes te maken met kerstvormpjes. En hopelijk lukt het, gaat het niet zeg maar, hoe noem je dat iets, vloeien. Smudgen en zie nog iets van het vormpje terug en anders was het een leuk probeersel. Een nieuwe hobby gevonden. Bakken. Dit is druk bezig met de koekjes. Ik heb iets anders klaargemaakt, namelijk aardbei met chocola. Want ik heb morgen een baby shower en daar wilde ik wat voor klaarmaken. Of het gelukt is, is een ander verhaal. Ik doe in ieder geval mijn best. Het is best wel een struggle, moet ik zeggen. Maar het gaat meer om straks de uitkomst. En ik denk dat dat wel prima gaat worden. Deze zijn nog prima gelukt. Deze daarentegen, ja, ik noem dit een beetje een slagveld. Maar ik heb hier ook nog roze chocola. En die ga ik ook nog gebruiken. Om een soort van dipje, finishing touch te maken. Ik moet zeggen dat de koekjes aardig goed gelukt zijn. Voor iemand die nooit bakt, is het prima. Ik probeer nu ook wat koekjes te versieren met het overgebleven chocolademengsel. Okay. Het is 9:50 en normaal gesproken zou ik al in bed liggen, want ik ben altijd een oma als het gaat om avonden. Maar dit vind ik wel een hele leuke avondactiviteit. Oké, de grote test of de koekjes lekker zijn. Maar het is gewoon een zandkoekje. Niks bijzonders mee. Oh. Prima. Hallo, het is zondag en ik heb vandaag een hele fijne dag achter de rug gehad. Het begon eerst met de baby shower van mijn schoonzus. En daarna ben ik door naar de stad gegaan. En ben ik even langs de Primark en de Flying Tiger geweest. Het was enorm druk. Ik was trouwens in Zaandam. En ja, het was al te voorspellen, want het is weekend.
Maar ik vond het niet zo prettig om daar te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan eigenlijk niet zo goed tegen enorme drukte. Ik heb wel een aantal dingetjes gekocht, die ga ik zo laten zien. Maar ik merk nu wel dat ik niet heel graag naar de stad ga. Kijk, het is niet dat ik ongeduldig ben en dat ik niet in de rij wil staan. Maar het wordt mij gewoon te veel als er heel veel mensen aanwezig zijn. En dat ik gewoon niet lekker rond kan kijken. En dan gaan mijn voorkeur ook altijd uit naar shoppen vroeg in de ochtend. Of tijdens een doordeweekse dag. Alleen dat komt niet altijd vaak uit. Dus, maar ja, ik ben er eventjes geweest. Ik vond de interieurafdeling... Nou ja, er waren niet heel veel items, moet ik zeggen. Maar ik zag wel een aantal leuke decoratie-elementen. Zoals geurstokjes, neppe plantjes, leuke waterflessen, glazen, kaarsen. Dus het was gewoon even leuk om rond te kijken. En op de kledingafdeling zag ik ook een aantal leuke sweaters. Ik heb uiteindelijk geen dingen gepast, maar een beetje op de gok gewaagd. Of iets me zou staan. Of ik iets zou passen. En voor de rest ging ik gewoon een beetje de hele winkel door. Om te kijken of ik iets leuks tegenkwam. Maar altijd wanneer ik shop. Denk ik wel altijd goed na. Of ik iets heel graag wil. Of ik het waard vind. En of ik het daadwerkelijk ga gebruiken. Of ga dragen. Dus. Even een mini shopblog. We hebben als eerst deze trui. En ik zag deze al een tijdje geleden. Ik zag hem nu weer. Ik dacht, ja, ik wil hem eigenlijk wel. Ik heb een maat S. En hij was €13. Soms weet je niet of een hoodie. Maar deze zit echt heel erg goed. Vind ik in ieder geval. De mouwen zijn chill. Hij valt echt oversized. Dus ik had of een maatje kleiner kunnen hebben. Of een maatje groter. Ligt eraan hoe ik hem wil dragen. Maar... niet voor deze outfit bestemd. Maar hij zit wel heel erg comfy. Lekker chill. En daar hou ik van. En hij is enorm zacht. Dus deze is goedgekeurd. Dan hebben we een sweater dress. Ik moet zeggen dat ik een klein beetje aan het twijfelen was. Of ik deze wel echt als sweater dress zou kunnen gebruiken. En anders gebruik ik het gewoon als sweater met een legging. Ik heb hier ook een maat S van. En deze was €15. Dan heb ik pantoffels. Deze waren €7. En ze zijn zo zacht. Ik heb normaal gesproken maat 37. Maar met pantoffels neem ik altijd 1 of 2 maten groter. Omdat dat veel fijner zit. Dus ik heb hier maat 38, 39. En ik maar denken dat dit een sweater dress was. Hij is veel te kort voor een sweater dress. Maar ik zou hem wel kunnen dragen met een legging of met een broekje eronder. Dat het een soort van een jurkje is, maar niet helemaal. Het leek alsof het een jurk kon zijn. Maar dat is helaas niet het geval. Ik ga hem nu ook niet terugbrengen. Ik ga niet voor 1 item terug naar de winkel. Tenzij het echt belachelijk veel geld was. Maar het is €15. En ik vind hem wel gewoon leuk als truitje. Maar hij is veel te kort. Dan heb ik een paar handschoenen voor €1,50. Die zijn altijd heel handig. En dan ben ik ook nog naar de Flying Tiger geweest. En daar heb ik een planner gehaald. Deze meid heeft 20.000 planners. Maar de reden waarom ik deze planner heb gehaald is omdat ik het heel fijn vind om samen met Rits een weekplanning te maken. We hebben online een gezamenlijke agenda. Maar ik merk dat we daar niet heel vaak in kijken. Wellicht dat dit een beter alternatief is. Zo kunnen we elke week even een klein schemaatje maken. Wat we de week willen doen. Wat we willen eten. Dit leggen we gewoon op de eettafel neer. En dan hebben we gewoon een weekoverzicht. Dan kunnen we gewoon algemene to-do's opschrijven. Dus mocht je samenwonen en een weekschema met elkaar willen afspreken. Dan is dit ook gelijk een tip. Misschien laat ik wel weten hoe het bevalt. Of het überhaupt bevalt. We hebben al een klein beetje een algemene planning gemaakt. Dus deze. En dan heb ik nog 2 andere dingen bij de Flying Tiger. Want ze hadden best wel veel kerstitems. Hebben een beetje ingehouden. Want had niet per se iets nodig. Maar ik zag deze servetten. Die vond ik heel erg cute. En dan dit lint. Om je cadeautjes op te leuken. Het is vandaag maandag en ik begon de ochtend met het klaarmaken voor de dag. Ging Milo uitlaten, ontbijten
En toen was het weer tijd om naar werk te gaan. Elke dag lijkt bijna hetzelfde te zijn. Hier en daar is er wel eens een afwijking. En gebeurt er wel iets anders dan alleen maar werk. Maar ja, dagen zien bij mij de laatste tijd een beetje hetzelfde eruit. Gedurende de dag vind ik het heel erg lastig om te vloggen omdat ik zo gefocust ben op werk. Maar ik probeer na werk tijd te maken om wat dingen vast te leggen. In de avond hebben we even geëxperimenteerd met onze mogelijke kerstdiner. Want we gaan dus hier voor het eerst kerst vieren. En we willen een 3-gangen menu gaan voorbereiden. Alleen we zijn hier en daar wat aan het experimenteren. Maar ik moet zeggen dat het eten best wel smaakte. Dus ik hoop dat de familie het ook lekker gaat vinden. En nu is het al inmiddels bijna 8 uur. Ik moet eerlijk toegeven dat ik echt heel laag in mijn energie ben. Ik denk dat het ook wel grotendeels komt door het seizoen. Want in het najaar ben ik gewoon, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is gewoon zo'n meh gevoel. De zon schijnt veel minder. Het weer valt een beetje tegen. Het is niet echt de meest motiverende tijd van het jaar. Maar hey, ik accepteer het en ik maak er altijd het beste van. Maar ik heb gisteren dus een nieuwe planner gekocht. Ik was al hier en daar wat dingetjes aan het plannen samen met Liz voor deze week. En misschien is het ook alvast chill om een planning te maken voor aankomende week. En waar ik net aan zat te denken is dat ik ook nog deze planner heb. Ik heb, wanneer was het? Precies een jaar geleden een eigen planner ontwikkeld. Die is verkrijgbaar via Amazon. Volgens mij is die nog verkrijgbaar. Maar ik was gewoon vergeten van dit bestaan af. Omdat ik heel vaak gewoon een digitale planner gebruik. Ook voor werk. Maar ik denk dat het toch wel handig is om dit weer te gaan gebruiken. Want er is een reden waarom ik deze planner heb ontwikkeld. Want ik vind deze indeling heel erg fijn werken. Aan deze kant zie je een dagindeling van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. En aan de andere kant is er ruimte voor prioriteiten, reminders en to-do's. Dus ik denk dat ik deze morgen ook mee ga nemen naar werk. En ik denk dat het wel van pas komt. Want ik heb soms echt het overzicht van mijn dag gewoon niet meer. En dit zorgt ervoor dat ik wel weer mijn overzicht ga creëren. En omdat ik toch zo laag in mijn energie ben, sluit ik deze vlog af. En ik hoop dat morgen een betere dag zal worden.